Je zit nu in die finale. Donderdag spelen jullie die finale. Jullie hebben twee oefenwedstrijden gespeeld hier in Suriname. De eerste wedstrijd de vorige week tegen Transvaal. Hebben jullie 3-0 gewonnen afgelopen vrijdag tegen Inter Mungutapu. Kunnen we even naar die beelden gaan van Robin tegen Inter Mungutapu afgelopen vrijdag. Op welke zaken heb je specifiek gelet tijdens deze wedstrijden, Roberto? Oké. Zoals u weet hebben we ons, in onze planning naar de finale wedstrijd of wedstrijden twee oefenwedstrijden gepland om te spelen. En voor ons was het belangrijk dat we vanuit de wedstrijdanalyse onze voorbereidingen verder kunnen treffen. Dus vandaar dat deze twee oefenwedstrijden heel erg belangrijk voor Robin Hood zijn geweest. En de aandachtspunten waren meer, we weten dat we de eerste wedstrijd thuis spelen. Dus we hebben toch wel naar het aanvallend gedeelte gekeken. Maar tegelijkertijd hebben we ook gekeken hoe zal de omschakeling plaatsvinden als we de bal kwijt zijn. En ik moet je zeggen, we zijn nog niet zo ver daarmee, maar je ziet dat we stappen vooruit maken. We spelen thuis, we weten dat we heel veel in balbezit zullen zijn. Maar, en we moeten ook scoren, heel veel scoren, om een goede beurt te maken als we naar Jamaica gaan. Dus als we zo in balbezit zijn, is het ook belangrijk, als we die bal kwijt zijn, hoe snel kunnen wij die bal weer veroveren, zodat wij weer onze ding kunnen doen. En daarop is er bij deze twee oefenwedstrijden opgelet, maar ook het aanvallend gedeelte. Hoe zullen we gebruik maken van de vrije ruimtes om toch wel te komen tot scoringsmogelijkheden. En je ziet ook, we hebben heel veel gescoord in deze twee oefenwedstrijden. En dat geeft toch wel ook een vertrouwen naar die twee finale wedstrijden. Ja, ik heb een groot gedeelte van deze oefenwedstrijd gezien. Belangrijk was, bekijk de zaken kritisch, je hebt het over aanval en ook verdediging. Ik zag bepaalde momenten dat Inter achter jullie verdediging kwam en kansen creëerde. En Vonkel heeft heel twee mooie saves gemaakt. Aan de andere kant verdedigde hij een keertje verkeerd uit, waarbij Inter bijna kon scoren. Maar je zag de alertheid wel. En wat me opviel is dus dat die ploeg niet in paniek raakt. Klopt, dat is Robin Hood in principe. Ten aller tijde zullen ze cool moeten blijven, gedisciplineerd moeten blijven. Dat is heel erg belangrijk, maar ook die focus is heel erg belangrijk. Ongeacht wat er plaatsvindt, dat is voetbal als je als topteam. Kijk, het is belangrijk ook dat we spelers hebben. We hebben een team, is een hechte familie. Om het zo te zeggen, spelers zijn al op elkaar ingestemd. Je ziet de manier hoe ze ook omgaan met elkaar en dat brengt toch wel een bepaalde rust. Dus dat is niet alleen buiten het veld, maar ook binnen het veld. Dus wat je daar zegt, heb je helemaal gelijk. Maar trouwens, het gaat om voetballen en het is belangrijk dat we ook uit deze wedstrijden, dat is ook de bedoeling geweest om vanuit deze wedstrijden toch verder te gaan voortborduren, om ons verder klaar te maken voor die finale, om die goede dingen die plaatsgevonden hebben tijdens deze wedstrijd, om die terug te vinden, maar ook de minder goede dingen om daarop te gaan werken, zodat dan die niet meer plaatsvinden tijdens deze twee wedstrijden. Ja. De vorige spraken we met elkaar en je wees me ook op een aspect dat heel belangrijk is, omdat we weten dus dat normaliter onze voetballers zich ook bezig houden met andere zaken, gaan elders voetballen. En je gaf me aan dat er goede afspraken zijn gemaakt, waardoor dus de spelers zich alleen concentreren op de twee wedstrijden die komen moeten. En daarnaast ook dat ze niet bezig zijn met randgevallen. Hoe is dat gegaan en hoe moeilijk was het om ze zo ver te krijgen? Want tenslotte, we zijn amateurs. En het is niet een makkelijke zaak, maar zoals ik heb begrepen is het toch vrij goed gegaan. Ja, ik moet de spelers complimenteren wat dat betreft. Ze hebben zich keurig
aan de afspraken gehouden. Het was gewoon een verzoek van mij naar hun toe. En uiteindelijk gaat het om het besef dat spelers toch wel beseffen waarmee ze bezig zijn. En ook die verantwoording. Het is niet de normale wedstrijd, normale finale. Toch? Het is een heel erg belangrijke finale. En het was steeds weer praten en praten en praten. Totdat ze het toch wel nu begrepen hebben van 1-1. Ik zou wel daarop moeten letten. En nogmaals, ik ben heel erg blij dat ze het toch wel begrepen hebben. En dat ze toch wel die focus naar die finale toeleggen. Om toch wel goed te presteren. Ja. Een belangrijk aspect, donderdag aanstaande, zal het publiek zijn. Bij de eerdere wedstrijden was het stadion niet echt gevuld. Ga je ervan uit dus dat het publiek zal moeten beseffen dat ze Robin Hood moeten ondersteunen? Willen we CONCACAF kampioen worden? Zonder meer. In een eerder interview heb ik dat ook aangegeven. Ook het publiek was bezig met die wedstrijd. Speelde die wedstrijd ook. Ik denk dat het publiek een heel grote bijdrage levert tot de prestaties van dit team, van Robin Hood. En ik weet dat ook het publiek ervan bewust is dat ze de jongens moeten komen aanvuren. We hebben het eerder gezien, een heel leuke sfeer. En ik moet het zelfs ook zeggen, waarschijnlijk maak ik het ook voor het eerst mee dat we dit keertje een volle bak zullen hebben. Goede informatie weet ik dat haast alle kaarten reeds uitverkocht zijn. Ja, zoiets hoor. En ik denk dat ook het publiek heel erg bewust is van deze wedstrijd, hoe belangrijk het is. Dus vandaar dat ze ook massaal komen naar het stadion om het team in principe aan te vuren. Ik weet, het gaat een heel leuke sfeer zijn op de tribune. Het bestuur heeft voor alles gezorgd. Voor sfeer, voor kleding, truitjes zijn er. Vlaggetjes zullen er zijn. Dus ik denk dat het wel een heel leuke wedstrijd wordt met een zeer actieve met zeer actieve supporters, om het zo te zeggen. Donderdag 30 november, dus de grote dag voor jou en Robin Hood. Overigens, iets waar we de laatste keren toen we met elkaar spraken ook vaak over hebben gehad. Robin Hood heeft niet gerust. Jij hebt ook niet gerust. Denk je dat de ploeg op dit moment toch lekker in hun vel zit en ze genoeg tijd hebben gehad om toch 100% fit te zijn voor die twee wedstrijden die komen moeten? Ik denk van wel. Ik denk van wel. De manier hoe wij ons voorbereiden. Probeer let op al dat soort dingen. Ik denk dat deze wedstrijd spelers, maar ook de technische staf, maar ook het bestuur een heel andere energie geeft om deze finale te spelen. Toch? Ik zie hoe het leeft. Het leeft. En dat is belangrijk. Toch? Dus ik denk dat we ready zijn voor deze finale. Dat het team fit en fris is. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat de jongens fit en fris zijn om zo'n finale af te werken. Iedereen 100% fit? Er zijn enkele die... Want ik hoorde van dat Don Tuur bij die oefenwedstrijd tegen Transvaal een blessure had overgehouden. Is hij nog niet ready? Hij is ready. Hmm. Hij is ready. Maar er zijn wel enkele met lichte blessures. Okay. Net twee of drie spelers. Maar dat komt helemaal goed. Okay. Dat komt helemaal goed. Dus donderdag zie je iedereen wedstrijd klaar om 8 uur aan te treden tegen Cavaliers. Met Gods wil. Dat is ook de bedoeling. En ze mogen hun borst nat maken. Ja, ja. Oké, Roberto, ik zou zeggen heel hartelijk bedankt. Succes. Laten we hopen dus dat het aan jou lukt om die felbegeerde CONCACAF-beker naar Suriname te brengen voor Robin Hood. Eerder is het al gebeurd door Transvaal, maar nu is het de beurt aan Robin Hood om dat te doen. En we kijken dus uit en wensen heel veel succes toe samen met de ploeg. Ja, we zullen dat proberen en bedankt. Ja, kijkers, u heeft het gehoord. Zoals ik ook heb begrepen, zijn er niet veel kaarten meer. Dus degene die Robin Hood
willen ondersteunen in het Dr. Ingenieur Franklin Asset Stadion. Ga liever vandaag dan morgen je kaart opzoeken, want anders zal je het missen. Donderdag de belangrijke wedstrijd in de geschiedenis van Robin Hood in de CONCACAF finale tegen Cavaliers. En de return wordt op 6 december gespeeld op Jamaica.